Rob Schoofs, een punt op Brugge, uh, daarvoor kom je eigenlijk altijd naar hier. Ja, op voorhand hadden we daar uh, wel voor getekend, denk ik. Uh, natuurlijk na de match denk ik dat we wel uh, een beetje teleurgesteld zijn over het resultaat. Ik denk dat er meer in zat en dat we hadden kunnen winnen, hadden moeten winnen misschien. Uh, maar goed, al bij al denk ik wel dat we met een goed gevoel naar huis kunnen gaan, terug naar Mechelen. En uh, dat we hier wel uh, op kunnen voort, uh, even verder op kunnen werken. Ja, neem ons eens mee naar jouw doelpunt. Uh, opnieuw een sluwe goal tegen Brugge. Ja, inderdaad. Uh, het was, was uh, dezelfde plek als uh, twee jaar geleden, of zo tegen Genk. En uh, ja, uh, Minola is een keeper die, die vaak uit de goal speelt en anticipeert op veel uh, ballen. En uh, Toele riep ook van de zijkant om te trappen. Uh, en Storm die deed een goede vooractie, waardoor uh, Minola een stapje naar rechts had, denk ik. Omdat hij de voorzet verwacht. en dan kon ik uh, vol trappen naar de eerste hoek en uh, dan ging hij die, ging die heel goed binnen. Ja. En dan uh, een beetje later komt die penalty fout. Hoe kijk je daar naar? Ja, uh, de spits uh, die, die schermde die bal af en ik kwam erbij. Uh, maar ik wist wel dat ik, dat ik moest opletten, maar ja, ik raak hem een klein beetje in uh, ja, met mijn been, denk ik. Uh, dat er licht contact is. Uh, ja, goed. Dan, uh, ik denk dat het heel licht was. En, uh, ja, dan, dan hebben wij altijd een beetje het gevoel van, uh, als dat aan de overkant hier gebeurt, een bruggen, wordt dat niet gefloten zoiets. Uh, en, en ja, het is een beetje uh, spelers uitnodigen om, om u elke keer te laten vallen. Gewoon. Uh, bij elk contact laten vallen. Gewoon. En als, als een scheidsrechter dan naar de beelden moet gaan kijken, ze spelen tien keer naar elkaar die beelden af. Ja, natuurlijk, uh, is er ergens een contact. En, uh, Goed, uh, in een match zijn er heel veel uh, contacten. En, ja, als je voor alles gaat fluiten, dan gaan we heel veel uh, strafschoppen krijgen. Dus, ja, goed, uh, het is jammer uh, dat, dat dat beslist over, uh, over het resultaat. Want ik denk dat Brugge voor de rest niet veel uh, echte kansen kon creëren tegen ons. En, uh, dus de scheidsrechter heeft hem daar wel uh, een klein beetje aan geholpen. Denk ik. Ja, op het einde komen we daar toch. Nog enkele keren heel dichtbij. Ja, ik denk dat we nog enkele goede kansen hebben om, om hier alsnog te winnen. Ook natuurlijk omdat zij die rode kaart kregen. En dan uh, ja, geeft ons dat natuurlijk een beetje teleurstelling. Uh, omdat we het gevoel hebben dat er meer in zat. Uh, en dat is jammer, maar ik denk dat we dat wel moeten meepakken als iets positiefs en uh, zo moeten veilig gaan. Ja. Ja, we hebben nu twee wedstrijden. Misschien is het nog wat vroeg om uh, te oordelen, maar zie jij ook meer weerbaarheid uh, dan vorig jaar? Ja, daar, daar, dat proberen we wel. Hè. Daar wordt fel op gehamerd. Uh, en ik denk dat we ook nog een aantal belangrijke spelers missen die, die ons daarbij kunnen helpen, zoals Konaté en uh, nog een paar spelers die er nog niet bij zijn. Uh, maar dat zijn jongens die ons wel uh, wat meer body geven en uh, die ons daar zeker bij, bij gaan kunnen helpen. Maar ik denk dat dat wel een werkpunt is van iedereen van onze ploeg om, uh, om te blijven knokken en, en agressiever te spelen zoals we vandaag gedaan hebben. Dank u wel. Veel succes naar volgende week. Dank u.